Paraplu's beheersten vanmiddag toch wel het straatbeeld in Tilburg. Af en toe viel de regen met bakken uit de hemel. Maar dat mocht de pret niet drukken. Vooral niet voor Brechtje Jansen en Karin van Haren. Want zij gaven elkaar officieel het jawoord bij het reuzenrad op de heuvel. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij deze dat jullie zijn getrouwd. En wens ik jullie ontzettend veel geluk en liefde toe in de rest van jullie leven. En jullie mogen zoenen. Het begon als grapje. En het is eigenlijk uitgelopen, dus de gemeente was zo enthousiast hierover. Dat ze zoiets zeiden van, nou, dit gaan we gewoon doen voor jullie. Ja, en ik ben helemaal kermisgek al jaren, al heel mijn leven woon ik ongeveer op de kermis. Dus als iets van, dit gaan we gewoon doen, dat is gewoon super gaaf. En ook om iedereen te laten zien dat gewoon twee leuke, gewone, normale meiden voor elkaar kiezen en dan op zo'n geweldige dag. Het is het allereerste homohuwelijk op de Tilburgse kermis, op het kermisterrein. Ja, daar zijn we natuurlijk heel trots op. Want het is een mooie gelegenheid om te laten zien hoe doodnormaal zoiets ook gewoon is. Even terug naar het weer. 300.000 mensen worden er verwacht, maar komen die nou ook echt als het pijpenstelen regent? Het zal net een beetje voor de mensen die op het laatste moment beslissen of ze komen, zal het net schelen. En aan de andere kant, ja, we zijn wel mietjes, we zijn geen watjes. En zo is het maar net. En hoewel de meeste bezoekers nog een drankje drinken onder een afdakje, laat de echte roze maandagbezoeker zich niet door de regen afschrikken.